Ciao amici. 21 ritten, een paar miljoen liter water en 51 opgaves dat is de Giro d'Italia in een notendop. Maar we maakten ook kennis met een sympathieke frigo. We zagen twee prachtige G's en een tijdrit die alles besliste. Er is veel om over te praten. Ga ik vandaag doen met Jappe. Dag Jappe. Ja. En Nico is er ook bij. Dag Max. Ik ben Max. Zij het al en welkom bij Valspad. Vandaag zit er een van de beste klimmers van België in onze zetel. En reed samen met Tom Dumoulin, André Grijpel, Michael Matthews, Mathieu van der Poel, is nu de meesterknecht van Remco Evenepoel bij Soedal Quickstep. In 2015 maakte hij al een TV-programma met zijn beste koersmaten, Tim Welles, Sean de Bie en Jasper Stuyven, Maar vandaag moet hij het met ons doen. Uh, een goeiemorgen, Louis Vervaken. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Goed, een uh, beetje herstel van de Giro eigenlijk. Uh. Ja. Herstel was vooral uh, mentaal en niet fysiek, maar kijk, nu kijk ik al uit naar nieuwe doelen per ja. seizoen. Want je hebt ook corona gekregen, net zoals Remco eruitgevallen. Heb je daarvan afgezien? Eigenlijk niet. Uh, dezelfde dag dat ik naar huis moest vliegen, had ik een super goede nacht. Dat ik stond op en mijn hartslagen en zo waren toch normaal. Dus ik had dacht dat mijn lichaam viel was had verslaan. Dus ik had nog een sneltest gevraagd om toch te hopen hoop te mogen verder starten, maar die bleef positief. Dus helaas moest ik naar huis. Maar... Ja. Dus dat was een beetje dubbel, want ik moest naar huis. Ik voel me eigenlijk super fit. En, uh, dan zit hij dan thuis, dan zei hij niet moe en dan denkt hij van ja, doe me. ik moest hier in de platoon nog zitten. Ja, mega lastig. Ja, ja. Heb, je, heb je iets met de, met de vrije tijd gedaan? Uh, veel met het gezin doorgebracht, veel tijd. Zo, we gaan fietsen met de zoon en zo uh, achterop. En dan ja, eigenlijk vooral dat, een beetje in de tuin werken en uh, vooral het gezin heel ja. veel tijd geven. Want die had ik, dat is een beetje een gebrek aan de tijd, de afgelopen maanden met hen doorgebracht. Ja, uh. Ook plezant hè? Ja. ja. Nico, uh, ik ga je ook nog eens opnieuw welkom heten. Je hebt vorige keer Jappen vervangen, nu, heb je Dirk, nu vervang je Dirk. Ja, is dan de derde keer dat ik jou moet vervangen of iemand in het schouder als Louis. Ja, dat denkt er vanaf hoeveel uh, tijdritten jij gaat winnen met je team. <laughs> ja, bon. ja, dit was logischer. Een kale man voor een kale man. Een kale man voor een ja. kale man. Voilà. Ja, dus. ja. En ook alle twee in het roze. Ja, we proberen. De tint is iets anders, maar bon, dat is ook met onze. Ja. Ja, oh, nee. dat is mooi. Ja, zien dat, uit... dat we op tv komen. heb ik een nieuwe kledingsponsor sponsor. HM, uh, hè? Was ja, Een, toch? een Zweedse ontwerpersduo, Hennis <laughs> en Maurits. Dus we hebben een keer samengezeten om te zien wat we kunnen doen aan het Giro. Dus, uh, ja, bij deze. mooi. Heel mooi, Appen. Um, ja, Dirk is er niet, uh, want hij heeft een cadeautje gekregen van zijn vrouw. Hij zit op dit moment al zes uur op de fiets, zegt hij. Dat is toch uh, eigenlijk de mooiste cadeau dat een vrouw nou, aan u kan geven. Ja. <laughs> om zes uur op de fiets te ja. ja, ik vind dat. Dirk, Dirk, zijn vrouw, ja. vrouw zei. Ik zie u te weinig, dus, ja, maar, dus ga, rij, maar rij, vijf... ga maar de fiets op. <laughs> en wat is er nu weer juist aan toe? Nee, het is de Elfstedentocht. Ja. 235 kilometer is er nu aan het rijden. Dat gaat wel prachtig zijn. Ja. Denk ik. Ja. Ja. Um, dat brengt ons naadloos naar uw jappen, want jij moet dit weekend ook rijden. Zaterdag is het D-Day. Ja. Ja, dan is het uh, Fondo. en Ik ga mij proberen te selecteren voor het WK in Glasgow. Ik heb dat eigenlijk elk jaar al gekunnen. Ik ja. uh, ben nog nooit kunnen gaan omwille van... Uh, Verlof, congé, dagen dat op waren. Nu heb ik met een congé geblo geblokkeerd. Uh, dus ja, ik heb mij al geprobeerd te selecteren in de, in de VOG twee weken geleden. Daar is het volledig mislukt, mij volledig opgeblazen. Uh, dus een fiasco was het eigenlijk, zoals was, je het omschreven hebt. Het was eigenlijk echt een fiasco. Ja. Dus voilà. eigenlijk een dag om snel te vergeten. Het was wel een, een heel mooie dag qua, ja, qua rit, maar ja. uh, pr prestatie, uitslag totaal niet. Maar uh, dus ja, we gaan uh, vol een de schrikken. Maar dus. Jij gaat u kunnen kwalificeren voor het WK in Glasgow. Ja. Oké. Okay. Um, en daar moet je wat voor doen? Um, dus ja, dat zijn um, ja, waves van agegroeps dat starten. En ik ja. moet gewoon bij de eerste kwart, denk ik, zijn okay. van mijn agegroep. Dus als er 600 starters zijn, moet ik uh, top 150 rijden. Ja, ja dat is dus... de eerste 25 procent. Ja, ik denk ja. dat het zo zit en, tussen... en dan krijg je zo'n... Officiële auto-message mail van Erwin Vervekke. Automessage. Dat is uh, auto de uh, of UCI. Uh, ja, dat is ja. ja, de UCI Grand Manager. Uh, okay. Dus ja, ik, ik heb zo'n beetje het gevoel van. Uh, ik ga naar een, uh, naar een examen dat ik normaal gezien wel kan, maar ik heb nu te, uh, te weinig gestudeerd. Dus hopelijk vallen de vragen goed. Ja, oké. Okay. Um, het is met veel klimmen? Uh, niet veel, nee. 160 nee. kilometer, 2000 hoogte meters. Ja. Dus eigenlijk. Oké, okay, Wij cool. kunnen niet, misschien niet zoveel helpen met het examen, maar er zit hier iemand anders die u, die ja. u misschien nog tips kan geven. Um, ik niet goed. Eet de... en drinken. Hè? <laughs> ja, dat sowieso, hè. maar zo in de laatste dagen is er nog een extra dat ik kan, uh, kan gebruiken. Rust, denk ik. Rust, oké. Okay. Niet te zot meer doen. <laughs> nee, maar ik dacht nog wel even zot te doen morgen of zo. Ik dacht dat, dat is misschien wel nog doenbaar, ja? hè? Nou, want je kunt ja nog één keer goede prikken en dat. Dan, dan uh, super, ja. super compensatie daarna. En ja. van die rode bietenshots. Ja, dat kan ook, nitraat, ja, dat doe je we ook wel. Uh, ah, well, ja. ik ga dat nu voor de eerste keer zien. Rode bieten dus, bie 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 shots? Uh, leg, 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 leg ja, leg ja misschien dat is eigenlijk uit, maar... lekker. Wat is, wat is, dat is uh, Ja, rode bieten shot, uh, shots voeren wij zo Rode bieten sap. Ja. Ik weet dat hij ze benooit zo. Ah, ik weet dat bij de junior met Nationaal nationale ploeg. Hij echt van die liters van Pajottenlander. dacht, <laughs> hij is <zijn> bed zo. de <laughs> 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 donderwroeske met de Pajottenlander in de hand om, om aan je nitraat te geraken. Niet Rode bieten zit. Maar hij uh, is er nu van die shotjes. Zoals oh, 6D heeft, dat ook denk ik, of Bietet. En dat is ja, voor concentraat en nitraat om je aders open te zetten, denk ik. Blijkbaar 20% meer zuurstof ja. opname naar het bloed. Huh? Ja, ja dat dus is het ook zo. Ja, dat ja, ja, uh... is wel eens kiefdoed. Dus hoe dat wij nu echt gebruiken, Bijvoorbeeld in een goede ronde. Ja. Richting belangrijke rit en zo. Maar. Ik kan ook niet zeggen dat ik daar het verschil van voel. van Oké, okay, ik heb nu nitraat genoemd, ik ga voelen dat ik beter heb. Ik voel ben. het daar Pff, niet goed zeggen. Dat 20, zijn kleine percentjes voor 20% ja. dat lijkt dan EPO uit de grond eigenlijk. Nee, ja. Ja, het <laughs> ja. smaakt ook zoals grond. Maar bon. Nee, nee ja. maar denk je dat 20% voor een niet, allez, niet getrainde atleet. Ja, zoiets, okay. zoiets ja. is. En het is best dat je het de dagen ervoor doet wel. Hè, dat je ja, dan een uur of, ja, ja. vier, vier, vier of vijf jaar aan En ik denk ook, voor hetzelfde geld kunnen nu darmen er niet tegen. Dat zou wel eens heel goed kunnen. want ik is wel goed voor. Ja, oké. Okay. Okay. Okay, <laughs> voor een we zullen, we zullen dat stukje daar afronden dan. <laughs> uh, nee, Louis, Louis uh, een van de laatste mannen van Remco. Wegkapitein ook bij, uh, bij Quickstep. Hoe hard was het toen, uh, toen Remco uitviel voor jullie? Ja, dat was ongelooflijk eigenlijk. Maar ik denk dat we wel een beetje door aan een tijdreis van dat was niet super uh, dat was je, speciaal. Ik zag het ook, hè? Ja, ik zag het gezicht. als jij zegt. Ik weet dat hij in een bus kwam voor een tijdrit en ik dacht dat hij uh, nog naar totaal hotel was geweest na de verkenning om te rusten of zo. Uh, maar hij veel later startte dan ons. Ik zeg, ah, nog een dutje gedaan? En hij zei: Nee, nee, nee. Ik kom over van de verkenning. Ik dacht: Oeh, hij ziet er wel moe uit. Maar ja, de ja, ja. eerste ja. week was een lange week. En, maar, Op de startramp zou je de... side, uh, uh, Die wallen, wall, yeah. wall, ja, wel. Heel, heel, heel goed. Vijf is... dagen to morrelen, dat ja. zo ja. erop zitten. Dat was <laughs> echt ja, zo. En, en, en heel, ja, heel moe zeg je. En wit ja. ook, hè, wit. Ja. Ja. Maar dan vind ik het des te zotter. Dat je die tijdrit dan ook nog wel wint. Dat vind ah, ik nou, echt straf. Ongelooflijk want, toch? Ik denk als portman, als je vertrekt, dan heb je een idee in je hoofd van ik ga dat doen van plan. En je voelt dat je niet kunt houden en dat je afzwakt. Want dat was echt afzwakt dat idee gedurende de mm -hmm. tijdrit. Mm -hmm. En om dan in het laatste te horen van ja, hij staat in dezelfde tijd. Terwijl zijn hoofd waarschijnlijk kan je 30, 40, 5 seconden voorstaan, dacht hij waarschijnlijk voor de start van de dag ervoor. En dan te zeggen van ja, maar ik ben wel wereldkampioen. Ik ga hier nog een keer doen dat ja. ik hier. En ik met trots been toch nog Thomas klopt in die laatste drie vier kilometer dat is echt op karakter hè dat is niet meer dan dat ongelooflijk want er staan ja. ja, tijdrijders aan de start die toch ook de top van de wereld zijn de olympisch kampioen die uh, ja want ja, ze zijn altijd zo voor ook, de giro oh, we gaan we nu te pakken proglids en dan eerste ja. tijd was dat een feit maar ik dacht altijd ja van de gouden helm en gouden bandjes op zijn trui niet ja. voor niets hè tijdrit, uh -huh. ja. Ja. ik zag um, in die uh, rainbow remco die, die serie, die nu op stream staat, zeker, of die één aflevering die nu op stream staat, waar ze jullie volgen, um, zei ik wel: de verslagenheid in de eetzaal, die was wel redelijk groot. Maar dat was een heel apart moment, hè, want we winnen die tijd en eigenlijk zijn we wel content. Mm -hmm. Maar dan, we gingen eten om, negen, om kwart voor negen en zeiden: ja, we gaan een, laat, een half uurtje later, een kwartiertje later eten, dan kan hem aan tafel voor een glas champagne, en etcetera. Ja, negen uur kwart, niemand daar, 9 uur twintig, niemand daar. Ik zei, ja, hier klopt er iets niet Ik zag, David was daar niet, uh, een paar ploegers die een dokter was. Er niet. ik zeg, ja, er is iets mis. Mm -hmm. En dan ook in mijn hoofd zo van dat beeld van na een tijd dat daar met zijn wal, dat ja, ja. is zo moe was. Ik zeg, ik, zeg, ik, zeg, ik, zeg, ik zit tegen niet aan, volgens mij is, is het niet goed, maar Remco is ziek. Nee, 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 dat kan toch niet? En dan uh, kwamen ze binnen en dan, was dat klopt voor de ploeg, hè, want we waren daar voor dat doel en in een keer valt eigenlijk alles weg, ja. Ja, hoe stond hij daar zelf in? Ja, op dat moment hadden we niet heel veel gesproken, maar hij is al nog vorige week bij mij thuis geweest wel, en we hebben ook een keer samen gaan fietsen. Maar ik denk voor hem was zelf ook een enorme slag, natuurlijk. Hè. Mm. Vooral we hebben zoveel voorbereidingen gedaan richting de Giro en dat het allemaal dat een beetje wegvalt, dat is wel echt jammer. Maar natuurlijk hebben we het wel twee ritten en gaan ja, naar huis met de trui, ja. 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 ja, zou er op voorhand voor tekenen, maar hem kon eigenlijk niet, natuurlijk. Mm. Um, Dirk had wel nog doorgestuurd dat blijkbaar iedereen in zak en as zat. Uh, van de quickstepploeg. Maar er was, e er was één <laughs> iemand die snel de knop omgedraaid had. En dat is Pieter Serie. Ah. Het schijnt dat hij zei dat hij wel eens voor een, een ritwinst wilde gaan. Oh ja, dat was dan direct uh, Bramati en Pieter. Ah, het is je kans van je leven om voor een rit te gaan. <laughs> maar ik denk wel dat bij iedereen de dag daarna, toen we rustdag. en dan waren we gaan fietsen en zo. iedereen was wel rap dat moment daar van. Ja, oké, okay, dus onze kopman is weg. maar onze conditie is niet weg. We hebben een keer hard getraind. Nee. Super, super goed voorbereid. Ja, we moeten hier gewoon nog proberen die twee weken naar rit te winnen. Ja, en, uh, ja. Dat was ook mijn idee. Eigenlijk. Ik was super gemotiveerd om proberen voor die ritje te gaan. Want ik had gevoeld in de Waalse pijl en in, uh, ook in Mallorca bijvoorbeeld, als ik een keer mijn eigen kans een beetje mag gaan, dat ik wel een kaart heb om te spelen. En ik wou er echt vol voor gaan eigenlijk. Ja. ja, zeker. Er zijn nog twee mannen van Quickstep die nu terugkomen van Italië, veronderstel ik. sint zijn Pieter Serie en Ilan van Wilder. Uh, ja, hoe hebben jullie dat beleefd met die gasten? Hebben jullie nog contact gehad met hen? Ik weet dat wij de, de dinsdagrit dan... Ja, in een keer waren we met vier positief. Moesten we zo om tafel zitten met ons vier. En ja. dan zagen we daar nog de drie overblijvende. <laughs> dat was echt zoiets van ja, ook me die mannekes. Want er nee. uh, zit er met drie aan de tafel. En hij weet, dat is nog twee weken. Dat is echt lang. Hè. Hoe ga je dat vol. Uh... Oh ja, toen was Ballerini er nog bij. Toen was Ballerini er nog ja. bij. Ja, en toen kon ik je nog aan... voor ritwinst gaan met Ballerini misschien oh, ergens. Ja. Voor een sprit. Ja, ik ja, nog, ja, ik weet, ik was gaan trainen. Maar ik volgde totaal de niet, ik, ik weet niet meer wie dat aan het fietsen was. En die zei tegen mij: Ja, ja Ballerini ook naar huis. Ja, hoe Ballerini naar huis? Ik zei dat meen dat die nog maar twee zijn. Maar... <laughs> Op dat startpodium, dat was echt... Dat is, is triest. Hallo. En vooral ook die tafelmoment. Normaal is het tafelmoment na de rit zoiets bezant. En dan ja, zit je ja. daar met twee. Een tijd dat tijd. Kom je die goed overheen? Ja, dat is echt... Dat wou het ook vragen. Normaal wel, ja. Wel ja, redelijk really ah, goed. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Dus de sfeer, de sfeer was misschien ook... Ja. ook. het ja. durft ook niet anders zeggen, hè. Misschien. Het ja, is ook wel. staan ze aankan aan tafel apart. Het ja. was tien meter tussen. Ja. Daar zat Pieter en daar zat ja. Ilan. Um, ja, misschien een open vraag, jongens. Wat vonden we van de Giro als kijker? Oh, ik vind dat wel moeilijk. Mm -hmm. ik, ik, hoorde wel, ik hoorde wel zo links en rechts van ja, wel een saaie Giro. Maar ik kijk het altijd wel positief. Ik heb ook, eigenlijk ook wel echt genoten. Het blijft Italië, hè? Ja, hè? ja dus tuurlijk. Het blijft een kei mooie grote ronde ook al is die tweede week een beetje letterlijk en figuurlijk in het water gevallen het was en corona en ja. dat weer was slecht en die etappes waren misschien iets te zwaar naar het einde toe mm -hmm. maar dat sluitstuk van die derde week die zaterdag was wel prachtig dat was onverwacht misschien daarom net want dat was een kerst soort op een kerst van een ongebakken taart of zo ik weet het mm -hmm. niet hoe ja. maar ook heel veel mooie uh, nieuwe coureurs leren kennen denk ik dan ah, allemaal toch ja. ik denk ja. dat we dat achteraf veel meer gaan koesteren deze giro ja. Ja, maar wat er ook. misschien we misschien veel meer actie verwachten in de bergen denk ik. Ja. Ja. Remco was naar huis, verwacht. Voilà. <laughs> ja, voilà. ja, maar het is wel. Ja, heb jij maar nog, heb nog, nog kunnen kijken. Uh, eerst als ik thuis kom totaal niet. Uh, nee, ik, uh, nee, ik heb geen enkele rit gezien denk ik gedurende de week. Ik ging met mij zondag een oh, fietsen op het moment zo, uh, dat moment. En dan ben je dan zo dan ik van ik heb niets te doen. Ga oh, ik ga de koers opzetten. Nee, dan gingen we daarbuiten met de fiets, maar ik had iets te lastig om te volgen in het begin, maar de laatste week wel, omdat mm -hmm. ja, dat was wel terug spannend ook met Rukic en uh, Join Thomas. Ik was echt benieuwd wat er ging winnen. En ja, ik vond het vond een mooie strijd. Hoor. Ja, ja, Dirk voelde ook wel, omdat hij daar in de eerste week was. Dat blijkbaar... Dirk, Dirk, Dirk was daar, hè? Ja, ja Dirk was we daar. Even, even ah, ik dacht wel dat al een beetje hadden gekalerd of ja, niet. Ja. Nee, nee, nee. Ja, hij was daar, heeft, heeft die serie mee de opgenomen. Streams, streams, de streams docus, docus ah. heeft ah, hij ja. mee opgenomen. Ja. Nou, ja, en uh, liet ons toch ook weten dat. Dat hij voelde precies dat ze in de ploeg ook Remco zoals Lola moesten temperen omdat hij toch wel meer wou koersen ook al. Dat is altijd Remco, hè. je wil altijd koersen. Ja, ja. Altijd, uh, denk dat ook. Dat ze hem echt hebben moeten... In een de trui, denk als het 100% van Remco afhing dat hebben we hem niet zomaar aan afgegeven. Ah ja, zie je dat. is een voorbeeld. Ja. Maar natuurlijk, daarvoor heb je hebt de ploegleiders die staan boven Die hebben die overview en die kunnen beter een beslissing nemen. Hè. Maar... Ja. Um, maar Rimko is toch ook wel iemand die een ploegleider durft overrollen, Of dat ook wel kan? Of niet? Ja, maar ik denk dat een ploegleider daar nog moet boven staan. Ja. Mm -hmm. Ik kan dat wel, ja, maar ik denk, denk dat ik wel slim genoeg was om te, om te zien van ja, oké, okay, die man heeft een overview en die gaat wel beter weten wat er... Ja. Mm -hmm. Vooral ook, het was ideaal om hem af te geven aan Reknesund. Uh, like dat was aan oh, de witte ja. trui, want dat is een beetje het probleem als je de rozen afgeeft. Dat was ons stress, van ja, geef de roze af, maar als hij de wit niet heeft, moet hij toch nog persconferentie doen, ah, ja. moet hij toch naar het podium, moeten. Ja. Dus dan blijft eigenlijk de situatie hetzelfde, ik kan even de rozen dragen en de wit En trekken. is dat dan <laughs> ja. ook een beetje een rol die jij hebt, om Remco zo wat te temperen als, ja, toch geen van de anciens van, van de ploeg moment? Ja, ik probeer dat wel. Ik denk dat ik wel genoeg anciëniteit heb en ook een goede relatie met Remco, dat ik niet bang ben om te zeggen van, kijk, ik ben niet akkoord of ik zou dat zo doen. Ik ga niet zomaar uh, zijn idee uh, goed praten of uh, meepraten met hem als hij een idee heeft. En, mijn idee wel geven, maar het is niet dat hij ook sowieso naar mij luistert. Dus uh, ja, we hebben zijn werkingen. Ja, um, oké, okay, we gaan de Giro wat proberen samenvatten. We gaan prijzen uitdelen aan de meet. Dus ik heb een stuk of tien prijzen opgelijst. Ben eens benieuwd. En dan beslissen we samen uh, wie hem wint. Ja. Oh, oké. Okay. Simpel om te beginnen, de beste kopman. Onze Sloveense god zeker. Ik denk het wel, hè. Het, uh, Primoz Roglic. Het summum van weerbaarheid, als we hem zo mogen noemen. Ja. Die mag in de verdediging zitten, Primoz, en die kan daar niet van maken. Louis ja. mentale twijfelend. Ik zou, stijf, ik zou, ik zou voor Geraint Thomas kiezen, omdat hij zijn proefvink echt wel juist gebruikt heeft. Vind je dat? Ik vind dat wel, ja. Omdat die hadden het, het, uiteindelijk, die had het toch uiteindelijk nog meer kunnen doen. Als je ziet, die hebben alle ballen op die tijdrit gezet, op die klimtijdrit. Ik vond dat toch ook wel een beetje ja. voorbarig. Ja. Zin, ik denk dat wel. Ze hadden toch misschien meer moeten durven spelen? Misschien meer moeten durven met verliezen? Met andere mannen? Ja. ja met ouders met mannen zo? Ik weet niet wat ze zouden kunnen hebben, maar ze hebben het ook niet geprobeerd. Ja, dat is misschien wel waar, ja. Oké, okay, dan gaan we volgende niet zeggen. <laughs> okay. Maar ik denk wel... wat Dat wat nee, dat denk, ging wat, makkelijk. Uh, <laughs> ja. Achteraf gezien, ik had het ook in mijn remcover, ja. is dat... Um, wat Joint Joey Thomas zijn sterktes, zijn die ritten van 6 uur, vijf uur ja. en de hele dag hard tempo. Mm. En dan zie je dat eh, Joey Thomas mm. beter was dan, dan uh, Roglic. Yep. En Roglic is bijvoorbeeld, we hebben dat gezien in Catalonië, op die loopport was een rit, 170 watt, de hele dag niet duur en dan één en bij hop, die man reed een half uur 6,7 watt per kilogram. Mm -hmm. En dan is Roglic wereldniveau. Hij is een ja. van de beste op zo'n ene keer all-out. En eigenlijk kostte dat geweten voor een tijdrit dat hij misschien beter ging dan Joey Thomas. En dan misschien akkoord... Oh well. at, jouw misschien de koershouder moeten maken en misschien. Want ik had uh, een file ook gezien. Of de, de Lantern Rouge had een analyse gedaan van uh, de Monte Bondone. En dan had eigenlijk uh, G Thomas uh, een uur, dus 57 minuten, dus bijna een uur, 420 watt gereden. Dus 5,9 watt de kilo. Ja. <laughs> dat is, is, eigenlijk dat al is zot, wel he? een redelijk monster. Ja. Dat is gelijk dat is, jij ook zegt: zijn dingen. Dat is heel voilà. lang. Ja. Um, dus daar hadden ze misschien meer kunnen doen. Ah, wel, want daar, daar had Roglic heel veel last van de rustdag hè? Ja. op Monte Bodone. Ah, ja, ja. Is de rustdag of zijn ah, het heel, okay. heel lang in spanning? Of zijn heel lang ja. af. Of alles samen? Ja. Want, want ik, ik schrok wel toen hij eraf moest, die in dinsdag. Want ja. dan zeiden ze allemaal: ja, maar met die valpartij. Mm -hmm. dan, ja, hij is nog aan het herstellen. Want hij, dat, dat was wel waar, want op vrijdag ja. kon hij wel mee. Op vrijdag reed hij zelf de tommels in de verdrukking. En... Ja. Sowieso, ja, denk boy. ik. Uh, de meest sympathieke kopman die er nog in zit of die de giro heeft uitgereden is misschien toch wel Thomas. Ja, zeker als je de sprint aantrekt voor een van je beste vrienden. Dat is voor ja, in nee, de laatste etappe dan. Ja, ja. Dat is het ja. moment van de giro. Allee, ja. dat vind ik echt. Dus laten we zeggen ja. dat de beste kopman kunnen we daar ook niet geven, maar de sympathieke is de man die Kevin uh, aantrekt. Ja sowieso en ook gewoon dat moment als je hem hij komt naar voren en hij doet echt. Ja, maakt zo'n ja. aanstelling. Ja, 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 hij maakt zo'n aanstelling. Ja, hij pakt hem dan zo mee. En ja, dat is echt zalig om te zien. En dan achteraf zegt hij hem dan zo van: Ja, help a brother out. En zegt van: Ja, ik ja. Zag, zag enkele Sanchez zitten. Voor Kev, ja, dat is echt. Ja, Is, 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 is hij even sympathiek als hij overkomt? Ja, en Proton ook, hij is super sympathiek. Hij is echt uh, toegankelijk ook. En hij is ontspannen altijd. En hij maakt graag mopken. Uh, dus ja ook is zo schuchtiger, zo beetje zijn eigen wereld. En maar die is ook Thomas wel vriendelijk, hè? Ook... Ja, hij is wel vriendelijk, maar ook ga je niet spontaan gesprekken aanhangen. met Joy Thomas kan het gebeuren. Ja, ja. ja want je hebt er ook mee in, uh, in Tinderif gezeten, waarschijnlijk. Uh, ja, maar met ook. Jullie zaten in hetzelfde hotel, toch? Hè? Quickstep in ja, Jumbo? Klopt, ja, Maar meer dan een good morning. Uh, <laughs> Allee, die heeft zo zijn eigen bubbel precies rond hem en die ja. Dat is voor je afgesloten. Ja, Terwijl we die... zaten met Bahrein. En Zelfs een Caruso, misschien ook een Italiaan eh, ja. of Jack Hick, die gaan spontaan een keer een babbelje doen. Maar maar ook eens gebeurd, dat minder. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Misschien de koelheid van het Oostblok, dat er nog ergens in zit. Hè? Ja, kan maar, wel. Maar, 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 ook, maar blijf aan de killer, hè, als je de killer, ja. En, en, en zeg toch vriendelijk goedemorgen. dat is toch al iets. Ja, voilà. Ja, ik heb er voilà. wel iets op tegen. Voilà. Misschien met zijn ploegma's. Ik, ik denk nog dat hij wel echt goed overeenkomt. Dus ja, ja. ja. Amai, ja. Um, Over kopmannen gesproken. Wat voor een kopman is Remco? Is het er heel dichtbij? Het uh, is wel redelijk ja, autoritair. Uh, zelfzeker, vooral. Ik vind dat wel een uh, als kopman en een kopman zelfzeker is. Dat we bijvoorbeeld naar luik gaan en de ploeg zegt: Ja, rustig, rustig. Uh, <laughs> zoveel mogelijk man tot andere doet proberen te brengen. Dat we daar ook kunnen positioneren. daarom kan we gevoeld en dat je op uh, mogelijke zegt zegt: Ja, het is hier, ja, maar goed door. Ja. En dan op de wanden ja, trek ik gewoon vol door als ze begint na te vallen. En dan heeft hij gewoon niet liever. En dan vind ik de max dat hij niet bang is om koers te maken. Dat is, dat is ja, ik max. vind ook, je ziet dat ook in de Amazon Prime uh, docu, hoe dat hij um, jullie toespreekt in de bus en zo. Ja, die straalt ook wel zoveel charisma uit. En, ja. en ook heel veel motivatie. Wat mm -hmm. Echt een kopman. Dat uh, moet kunnen. Dirk had ook wel een verhaal mee vanuit de Giro, um, ja. Messieri toen. Weet je dat toch? Nee, ik weet het Dus niet. ik denk dat iedereen van de ploeg aan het eten was. Um, en Siri kwam later binnen, want die was denk ik gevallen of die moest nog gemasseerd worden. Ah, ja, en dan uh, stond Remco als eerste op voor de zaal en begon te klappen. Ja. Oeh. Louis was er niet bij. <lacht> <lacht> Louis zat oké. Ik heb met mijn nee een e en bubbel. Maar. Ja. <laughs> ah, ja, hij zette zich recht en begon te klappen. En, uh, en toen, ja, ja maar ik, ik, weet, ik weet niet waar je het over hebt. Oeh, echt? Nee, het is waar. Ah, Ik okay. heb het ook gehoord. Ja, we zijn samen gaan eten en we hadden wel veel gedronken. Dus. Ja. <laughs> er was een flesje wijn dat ja. eraan de pas kwam. Nee, maar uh, Remco zou u zijn beste maat noemen in de ploeg. Ja, zeker. Een... jullie zijn, zijn jullie goede vrienden. Maar zijn wel echt, beste we beste echt maat is een raar mee. woord, maar. Ja, we zijn echt goede vrienden. Ik denk dat het ook komt omdat we ja, nu dit jaar twee keer hoogste stage hmm. hebben gedaan. Hetzelfde kamer, zoveel uur samen. Ja, uiteindelijk spontaan groeien we aan een band. En... Ja, en? maar hem kan ook gebeuren dat we ook. Alleen van de week is het een keer, komt maar ook mee bij ons thuis. Dus dat doet niet maar elke ploegmaat natuurlijk. Nee, maar ja, ja. Op, op, op prestatiegericht vlak word je daar dan zelf ook beter van? Ja, sowieso. Ja, he. denk, op het teleuk had ik een keer een betere daad, denk ik. Maar ja, Sala, als je weet dat er zo'n zo kopman, ja, statutair hoog ja. aangezien, ja, ja, die, die boost je ook vooruit, hè? Dat was echt zo in mijn hoofd van, ja, ik ga zo hard mogelijk rijden, en dan uiteindelijk. Um, pakte u het nu van Slovene, van uh, Jumbo, pak daar een minuut. Het uh, ja, ja. oh, ja, ja, sure. niet. dan dacht ik, oké, okay, op de Rosier, ik zat al goed haar, maar ik zei, ik ga nu die afdeling hier vol naar beneden, elk tussenstuk sprinten, ik ga die een minuut naar 30 seconden brengen, en dan is mijn job gedaan. Ja. En dat doe je voor zo'n kopman, dat je dan, dan denkt, oké, okay, ik ga hier nog een keer... Uh, dat gaat mm. zo klein mogelijk maken. En dan... Ook, ja, het is altijd gebeurd al bijna, als je dan je werk hebt gedaan, ga je dan naar de... Na de finish, gehoord aan George, ja, Remco, alleen weer. Ja, dan denk ik, ja, hij doet het weer al. Ja. Ja, dat schitterend, is onlopig. Schitterend. En al de rest kijkt ernaar. He. Ja, dat is ja. Ja. We hebben al de sympathiekste uh, kopman. We hebben nog de beste kopman. Dan gaan we naar de ploeg van de Giro. Hm? Leek heel lang uh, INEOS te worden. UAE was ook goed. Maar ja, is het uiteindelijk Jimbo? Voor of... oh, mij blijft het INEOS. Voor mij ook. Eigenlijk. Drie man ja. in de top ja. 10. Ja. Ja. Voor Waarom... mij ook INEOS. Alsof die Theo. Ja. Nog. Ja, ja dat is wel. Een wel Ze zijn eigenlijk Kost. hun medekopman kwijt. Ze hadden vijf man die echt... Ja, ik ja. was eigenlijk al vergeten dat die nog in de... Theo, Theo ja, dat is eigenlijk Theo is het Er gebeurt zoveel dat je die eigenlijk nog een tijd ook gewoon vergeet. En Giro gaat voort. En... Ja, Theo deed me gewoon mee voor het podium, he. was even als ja, ja, zeker. Maar. Zeker, ja. En als je dan twee mannen hebt die alle twee eerste kunnen worden... Ja. ja ga ik dan maar eens aanstaan ja. als jumbo zijnde Sivakov is ook uitgevallen, in tweede week, denk ik. Ja. ja. En dan worden Tijmen en Laurens als de... Trots der lage landen worden dan uh, West, ja, 6, mannen, 6 Lawrence, en 10. Ja, Lagens de plus. wordt tiende, hè? Ja, schaap. Die is ook, uh, ja, je komt ook weer helemaal boven water. Ja, ja, chapeau. Ja. super voor hem. Ja. Um, hoe, hang, hoe goed hangt jullie ploeg aanheen? Oui. Denk echt goed. Ja. We hebben ook zo meer en meer een kern te creëren. Alleen de ploeg bent in de kern te creëren. Ontremco. Ze dus, hebben vast vaste naam die terugkomen Spontaan. En ik kom echt goed overeen. Ja. Dus ze dus, zitten dus ook weken aan een stuk samen, natuurlijk. Hè? Ja, daarvoor zijn hoogte is zo belangrijk. Hè. Zit daar samen, dan heb van die inside jokes, van die domme jokes, maar die komen dan terug en dat keert een band. En je ja, leert elkaar ook zo goed kennen, elkaar in ja. een kleine moment. En in een moeilijk moment ziet van: oké, okay, ja, nu heeft hij een moeilijk moment, laat hem maar doen. Maar dat is ook, ja, ochtendstages drie weken samen zijn. Hè. Welke inside jokes? Uh, <laughs> Echt, dus, dat is zo domme, inside jokes. Maar bijvoorbeeld, ja. Canecho is uh, konijn in Spaans. En uh, bijvoorbeeld, Cherny heeft een konijntje thuis, en dus zijn bijnaam is Conecho. Ah, ja. En dan op een bepaald moment, elke keer als we een auto passeren, riep Cherny zo naar de auto, Conecho, Conecho. En dan ging ze op de kant. Uh. Ja. Dat is verhaallijk, maar ja, dat is uh, Conecho. En dan voel een pelotonroepje, Conecho of zo, een keer. En dan, ja, ah, ja. Nou, Wij lachen daarmee, maar de rest van was er <laughs> de zijn die man nu? Die mannen van Conecho's die raar, zijn Conecho zijn Die rare gasten van zo dan Conecho. <laughs> maar, maar als dan... Als dan... Uh, sorry, maar die mannen van Jumbo... Die verliezen dan eigenlijk een groot deel van hun hoogte vlak voor de Giro. Ja. Moest dat bij jullie gebeuren? Dat, allee, ik, ik, ik kan me dat niet inbeelden, ah, maar ja. volgens mij moet dat een immense impact hebben. Ja, want wie valt er allemaal taal, weg? Maar ja, uiteindelijk is wel een die heeft al heel die stage ja, meegedaan, is dat ja. toch wel? En dan natuurlijk, ja. Omen komt erbij en um, Dennis, maar ja... Ik vond ze wel een beetje onthoofd, hè. Ze, ja. ze hadden eigenlijk echt een monsterploeg op papier ja, eerst. Klopt. Dat was echt... Koes is erbij gekomen. Weken op ja. voorhand aangekondigd. Koes was ook niet voorzien, hè. Nee, dat is waar. Maar ja, je kunt daar misschien altijd wel... Uh, dus kun je kunt kunnen altijd een huis op bouwen. Ja. Dus ja, dat is, dat is het voordeel van Koes. Ik vind dat daar ook Koes wel... Maar Koes is inderdaad nou... ook een grote stage afgekomen. Want dat was Wilco is al uitgevallen, maar dat was redelijk van ja, beslist. Hij is hebben een koers overgebracht. Ja. Uiteindelijk waren er twee man die niet in de hoogtestageselectie selectie zaten. Oké. Okay. Ja. Maar die zijn wel. Wie, zat er, wie zat er niet op, uh, op hoogte? Rowan Dennis en Sam. Robin. Ja, want okay. ja. Ja. ja, maar Tratnik zou dan ook eerst ja, nog gaan. en om, dan valt hij en dan is Glow gekomen in zijn. Ja. Die het trouwens prachtig gedaan heeft, in Glock. Ja. Mamai. Ja, ja Kus is ook een keer een speciaal geval als in hoogste stage. Ja, die komt uit uh, opgegroeid in Colorado. Ja. Ja, als dat je daar. Op 2000 meter want nu, denk ik, in ja, Andorra. Ja. ja, die is gewoon heel zijn leven op hoogte stage. Mm -hmm. Dus je kunt u hem gewoon altijd laten overvieren. Maar <laughs> goed, ja, dus, uh... ploeg van de Giro. Toch Genials dan? Ja. Sowieso. Toch Genials. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dan heb ik een prijs voor de meest hulpvaardige renner: a.k.a. de beste knecht. Oh. Um, ja, ik heb hier. Dus ik kan tussen een paar mensen kiezen, denk ik. Hè. Maar uh, ik heb hem net al genoemd: Laurens de Plus. Ja, of kussen. Ja ja, 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 ik yes. vind als Balks ook de plus die je ja, he? ook sympathie ja. heb <laughs> voor. Maar Kuz heeft wel de Giro van Roglic gered. Echt gered hè? Ja, ja. dat Door is waar. Door daar op te nemen, als uh, Thomas hey. wegreed al Almeida. Ik ja. denk, als je daar geen Kuz hebt, komt hij misschien op 20 seconden meer binnen. en is een ander Nee, want Kuz die reed toen die etappe, allee, of, of toen een berg etappe daarna, nog samen met Dunbar gewoon omhoog. Terwijl ja, dus ja. Dunbar een kopman is. Een ja, ja. kus kan dat soms gewoon hebben. Dat is een beetje zoals McNulty voor in ja. de tour bij, bij PokéChan. Mm. Maar ik denk dat Kus ik vind dat speciaal dat, dat die niet, die is dat hij niet intrinsiek de mogelijkheid heeft om zelf podium te trainen in een grote ronde. Ik ja. denk, denk dat ja. iedereen dat ja. denkt, ja, maar ik weet niet. Het is een tijdrit. Ja, maar oké, okay, ja, niet elke grote ronde wordt podium beslist om een tijdrit. Is Kus niet gewoon zo'n goede zo klimmer dat hij misschien minder, minder die goede tijdrit nodig heeft? En hij, heeft, hij kan ook een tijdrit rijden. Hè? Uh, ja, maar ik weet niet of hij het echt drie weken aan een stuk kan. Of ook in die hand, eerste weken ja. wringen. Ja. Uh, mm -hmm. Dat is ook vooral. Ja. Uh, maar ik denk dat ze bij Humo ook wel wat hebben uh, opgespaard of zo in de eerste twee weken. Of gezegd: ja. van, doe maar kalm. Uh, want je hebt ook gezien, we hebben het daar juist al gehad over ja, hoogte, 2000 meter. Ja, dan is hij top. Hè? Ja, zeker. Je zeker. Gezien ook die... Ook, maar die, die moet een tour ook nog rijden. Hè? Zullen die eigenlijk nog sparen? Zullen die mee met vingerkaart? Ah ja, hij gaat sowieso mee. Ik weet dat niet. was toch voorzien, hè? Ik dacht dat welkom, misschien zijn die plek zo. Ah, ja. Ja, ja, ja. Natuurlijk als je daar dus dan wel een natuurlijk. Ah, ja, ik ben, ben, benieuwd. ben benieuwd. Want de Jumbo-ploeg die ligt altijd al van in december of zo vast hè, voor de Tour, maar ik weet niet. Ik nou, dacht nou, echt van, dat koes voorzien ervan was. Ik denk als meesterknecht is er geen, oh, ja. geen betere koes met een me, ja, ja, platon, oh. denk ik, in de Bern. Nee. Ja. Want als je met vijf kopman overschiet en koes zit daar nog bij, ja, dan is het gewoon een kopman. Hè, dat, en dan gaat het maar die is wel zo'n hier. hè? Ja, dat is ook niet zo. Ja, dat inderdaad. Is, dat is waar. Ja. Maar op zijn pieken is hij wel sterker. Ja, de plus was natuurlijk wel echt voor ontstaan, Thomas heel. Ja, ja. ik denk dat de, de plus was wel belangrijk. Die was, dat ging, dat ging supergoed ja. en die heeft hij echt wel bijgestaan en heel hard op kop gereden. Maar hij heeft inderdaad ook wel niet de Giro gered van Thomas. Nee. Maar het is wel natuurlijk, ja inderdaad, dat is een feit. Okay. Hij was inderdaad de vaste waarde ja. om die stabiliteit en die controle te behalen. Ja. Dan moeten we eigenlijk kiezen tussen twee meesterknechten, dat is Sepkus en Lawrence de Plus. Ja, Laurens um, de Plus. Dus zo. ja, dan moeten we toch eigenlijk. Sophie Jobs ja, ja, ja. ja, tuurlijk. De Pluskie. De plus -key. Plus -key. ja. ja zo en eigenlijk vergeten we ook. En eigenlijk vergeten, ja, klopt. Ja, dat is wel. Ik zit er ook nog tussen, tussen de plus. Die moest ook knechten en die wordt zes en al Ja, maar die heeft ook wel wat semi voor eigen rekening gereden. Ja, maar ja. Ik denk als je niet semi voor eigen rekening krijgt, dan sta je in de top 10, denk ik. Jawel. Ik had ook een kijkersvraag meteen. Van J. Gulk. Voor jou, Louis. Was het moeilijk voor jou om knecht te worden als je overkomt, als je bent overgekomen? Als een megatalent, ja. denk ik. Met de grote ja. trom. Ja, heel, ja, er werden werd, ja, super veel verwachtingen werden er aan, uw, uh, aan uw mouw gehangen, eigenlijk. Ja. Um, en dan ben je nu ja, de laatste man van Remco, wat dat geen onverdienstelijke rol is. Hè. Maar was het moeilijk voor u om die switch te maken? Dat is gewoon een beetje organisch gegroeid eigenlijk in mijn carrière. Door, uh, dat is een verhaal dat ik al een paar keer heb gedaan. Maar zo... Door veel miserie te kennen, ook naast de fiets. En daardoor heb ik, denk ik mij nooit kunnen concentreren zoals het nodig was. om mijn beste potentieel bij de profs te kunnen presteren. En daardoor denk ik, ben ik een beetje onder de verwachting gebleven. Ik heb dat een paar keer toont like in Baskeland als ik heel jong was. En dan, denk ik, een mix van te veel trainen en mijn privéproblemen. en ook een niet goed uitgebalanceerd wedstrijdprogramma in mijn ogen. heb ik eigenlijk een beetje onder het niveau gebleven. En dan kwam ik na 2017 met zwaar overtraining een beetje terug boven water. En dan heb ik eigenlijk gekozen om bij Alpsien voor mijn eigen kans te gaan, omdat ik het probeerde hoever ik dat kon komen. En ik heb gemerkt dat ik eigenlijk net te kort kwam om met die top 10 mee te strijden, dat ik in die top 15, top twintig wel kon meedoen en een rit win, maar dat ik met die komt kopman niet meer mee kon. En dan voor mij was het eigenlijk, ja, het wiel gaan draaien toch misschien schrijven, schrijven is om unieke momenten. En voor mij heb ik meer plezier in Luikwinnen met Remco en daar een belangrijke rol in te spelen dan bijvoorbeeld zelf uh, een rit in Mallorca te winnen of een rit in de Ruta del Sol, dat heeft in mij nog bijna geen betekenis. Mm, je ja. draait om de grote koersen en daar is ja, dus dat altijd met, met die benen van, van dit jaar had je misschien wel in die Giro van 21 ook wel verder kunnen geraken. Vergelijk dat eens qua uh, voorbereiding. Ik denk dat je nu ook veel meer hoogtestages had gedaan ja. dan toen. Toen had ik wel zelf geïnvesteerd in hoogtestages, ja. maar het is wel een feit dat mijn niveau nu enorm veel beter is dan, dan toen. Ik denk als ik nu op dit niveau zou gaan rijden en in mijn beginjaren bij Lotto, dat ik bijvoorbeeld wel misschien kan kom doorheen je naar Kopman, maar dat is altijd achteraf. Maar de vraag, de vraag is dan: is het misschien ook een beetje omdat de druk eraf is, dat je beter presteert? Of is het omdat nu betere begeleiding is? Het is een open vraag. Hè? Um, de druk eraf. Um, ik denk dat ik mezelf bijna meer druk opleg om voor Remco te rijden dan ik voor mezelf zou rijden. Um, mm -hmm. Dus dat is, voor mij telt dat niet. Maar um, het is wel een feit dat ik gewoon matuurder ben geworden. Dat ik nu 29 jaar ben, dat ik enorm veel heb meegemaakt in mijn leven. En dat ik daardoor gewoon rustiger ben geworden. En dat ik als, ja, als neoprof, als ik gewoon ja, een halve zot bij wijze van spreken, en ja. ik deed maar waar. Ik was nerveus en ik kon altijd nieuwe dingen proberen. En, ja, en nu ben ik gewoon rustiger geworden. En dat is het ja. verschil voor mij. Ja, je zegt ook veel meegemaakt. Uh, je hebt de overstromingen in Wallonië aan de lijve meegemaakt. Hè. Je ja, daar. onder andere. Dat was dan in de latere fase, maar dat was bijvoorbeeld in het jaar 21 ook. Ja. maar uh, ja dat was ook niet, niet zo plezant want dat was ook uh, twee maanden of een maand al voor de geboorte van mijn zoon. Ja. En ik ja, ja. had weer geen huis meer, dus dat was wel redelijk ambetant. Maar mijn vrouw, die daar stond, maar een buik zo uh, op springen en uh, het water tot een meter in de keuken, denk ik. Van, hey, shit. Jesus. <laughs> ja shit. Jezus. En was, dat was vlakbij de rivier dat jullie woonden dan? Maar dat was bij een klein riviertje eigenlijk. Dat was een dan... klein dus... beekje ja. toen, hoor. Ja, Waar uh, een... water op... was gebroken. Ja, ja? ja water. Hoe is het dat je eigenlijk gegaan, je hebt direct gevlucht, of hoe... Ja, ik weet niet... Nee, ik stond op. Ik moest eigenlijk plassen om 6:30 uur dertig, kwam spontaan wakker want wel hoort dat er wat risico was, ja. maar wij hebben totaal geen risicogebied, ook een groene, geen overstromingsgevoelig gebied. Waar in Wallonië? Dat was eigenlijk ten noorden van Noei. Niemand zit ah, ja. Ik weet niet dat dat daar was, um, in de Purdien-Vallei. Dat is de vallei voor richting Nimburg. Al de fietsers nemen als ze mm -hmm. naar gaan, van ja. Noei gaan, laten we die vallei Klopt het? Magnef, klopt dat? Marnef, ja, ja. Marnef, ja. Dus ik stond ja. op en ik zag dat water zo <laughs> uit dat beekje. En de nof komt, zeg, toen me dat is niet goed. <laughs> die ik zeg bevers, die bevers. Karab, die bevers karab. <laughs> ja, maar je had er net met een boom dat was omgevallen dat dat water omhoog kwam. Ah, ja, ja. Dus dan ah, een bandje ja, in ja, ja. die boom weggedaan en het water was recht. Dus weg. jij, zet je kettingzagen aan, je gaat naar zeg, buiten. Ik ga een dam bouwen. Allee, ik ga rond die. Het is <laughs> <Verbarke techie. laughs> Rond de tuin, rond die beek, ik zeg ik ga maar kassei een beetje verhoog maken, dat dat water achter thuis erover stroomt en dan zo weg in de vallei. Dus ik dat begin is... daaraan om 6.30 uur dertig morgens. En dan had ik door, als ik één kassei zette over, oh ja, over een paar meter, dat het water al meer was gestegen dan dat ik tijd had om de kassei te leggen. Ah, ja. Ik zeg: Ja, doe me, dat gaan je lukken. Hè. Ik zeg tegen mijn vrouw: kom maar rap iets eten, want het gaat een stevige dag worden. Ik, ja, ja. <mettigheid. mettigheid. mettigheid. mettigheid>. dus ik heb rap iets gegeten en dan wat mensen bij opbellen en doen om te komen helpen. En dan uh, ja, zijn we tot 12 non-stop bezig geweest. om... Ons boerderij een beetje te rennen, naar boven te brengen, constant. Ah ja, eerst waren wel nee, nog optimistisch over het water buiten houden, maar waardoor dat dat niet ging lukken. En dan heb ik ook wel gezegd tegen mijn vrouw na een uur of ja, rond 9 uur. Zeg, Astrid, uh, ga naar je ouders. Je moet dat niet zien. Want zeg, we hadden nog zeker kon missen dat door de stress er niet zo moeten bevallen in dat ook op komt ah moment. Ja. Ah ja, ja, dat het was, natuurlijk. was een maand, een maand en een half, dus dat komt natuurlijk van de stress. Uh, oh nee. Stel je dus voor dat op die weer beginnen. Ja, dan is het volledig... Uh, ja. ja, maar voilà. Dus vrouw weggestuurd en dan heb je ja, toch zoveel nog kunnen, kunnen redden. Heel was... veel kunnen redden eigenlijk. Ja. Thuis was wel volledig haar opgebouwd. Uh, ja, ja nieuw parket, nieuwe keuken en alles. Ja. Ik las dat het eerste wat je gerept hebt, um, niet de persoonlijke dingen waren of zo, maar de fiets. Een van eigenlijk waren eerst de babysporkjes. En dan, uh, <laughs> ja, ik heb ook mijn hele krap fietsen in de auto gestoken. En de koffer en een beetje over geplaatst. Ja. ja. Dacht, ik dacht, ik ga nog trainen straks. Ja, nee. Water, maar ik dacht water, toch water, van ja, toen moet ik een uh, terug terugtreden en zo. Uh. Ja. ja, dat is professioneel. hè? Ja. Ja. ja, dat is wel professioneel. Ja, dat is, dat is ja, professioneel, ja, ja. inderdaad. Right. Um, dan gaan we van Wallonië terug naar de Giro. Ook waterprobleem. Oké, okay, heel ja. waterprobleem. Nee, misschien moeten we daar even bij stilstaan, want wat was dat zeg? Helemaal nat geregend. Hè. Is het, ja, heb jij er ook nog last van gehad? Maar ik denk dat ik op een moment, zeven dagen op rij, re, regen heb gehad. <laughs> ik dacht van, hey, wat is dat hier, dat kan toch niet. Maar nu nog in Italië? Yeah. Ik sta gewoon volledig onder water. <laughs> dat is toch kemptant dan? Ja, dat is een extra stress. Zo. En die schoenen, drogen die ja. dan deftig? Ja, kantpapier, handdoekskui, ja. aardroger. Ja, je heb alcohol. ook van die schoen... Uh, warmers. Dat? Ja, oké, ja, 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 oké. Okay, okay. Altijd stel ik uit, ik moet daarvoor investeren, moet hebben. Aan nu in de Giro dacht ik weer van toen, moet ik het keer in de Giro? Ja, dan krijg je elke dag nieuwe, toek, oh. nieuwe schoenen Nee, helaas niet. <laughs> <laughs> helaas niet. Hoeveel paar pakte je daarmee aan een Giro? Eigenlijk maar drie paar, elke, rege, elke regenzak één. Dus twee paar ah, zijn ja, schoenen en ja, ja. één. Ja, ja. middag ja. Ah, oké. Okay. Ja, dus je moet ze wel droog krijgen. Dat is met de, ja. met de haardroger erin dan. Eerst de handdoekjes erin. Eerst de eerste ja. vocht eruit trekt, dan de naardroger. Ja. Het heeft wel gezorgd voor het moment van de Giro, denk ik. Denk, als Laurens Rex? Die ah, ja, ja, ja. al zwemmend ja. op de fiets Amai. door de regenbui gaat. En dan zag ik mijn ploegmaat ploegmaatballerie erachter zo heel bedenkelijk kijken: wat uh, zijn <laughs> jij mee bezig? Om... Je zei, Conecho. Conecho. <laughs> <laughs> um, de beste bejaarde heb ik nog. Een G, als, ja, ja. Als prijs. In uh, G, ja. Ja, G was je grootste. Is op je 37ste dit nog kunt? <laughs> of Kev? Kef, Kef. Of Kev. Ik, ik denk dat er daar ook weer twee kandidaten zijn. Ja. G of Kev. En ze hebben samen dan, als we Lauwens moment nummer één is, dan is moment nummer twee toch zeker wel de aankomst in Rome. Ja, sowieso. Ik moest eigenlijk direct denken aan zo'n legendarische foto. Ik heb hem uh, nog naar u gestuurd. Ik um, denk van in 2006 dat G. Thomas, Ed Clancy, Ulrich en uh, Kev met een T-Mobile... Die dat shirt, zo op ja. trainingcamp staan. Ja. En echt nog twee, nog twee jonkies. Uh, ja. Echt zalig. Ja, die zijn dan ook stagiair geweest, dus die gasten gaan echt al way back. Dus dat is dan echt zalig om te zien wat die dan nu nog altijd... Ja, Koersen uh. zoals bij de junioren. Ja, eigenlijk, eigenlijk, want eigenlijk, we eigenlijk wel. Hè. Dat was ja. het eigenlijk. Hè. Ja, ja. Ja, want zo, ik vroeg me dat dan zo af. Dat zijn eigenlijk vrienden, maar die, ja, die, helpen me, die helpen elkaar dan in de koers. Wordt dat nog veel gedaan, want je hebt dat dan programma bijvoorbeeld, de jonge benen je hebben voor het al eens een keer iets voor, voor stuiven gedaan in koers. Ja, we zijn een ander programma. Maar... maar ik weet bijvoorbeeld in de Giro van 21. Ik heb bijvoorbeeld heel veel sympathie voor Bardet. Ah, ja, ja. En ik zat toen in de vroege vlucht. En ja, ze, ze hadden ons geen ruimte. En Bardet was aangevallen op de Bernardino. Of de... En in de komt hij bij mij met Caruso. En ik had uh, van, Ja, oké, okay, het gaat voor de kastmester. zijn vandaag. Ik ga sowieso niet kunnen medevoeren voor neerplaatsen in de rit. En als hij bij mij kwam, had ik daar wel echt nog 10 minuten. Een van mijn beste waarden voor Bardet met wiel. Maar proberen die voorsprong te geven op Bernal. Omdat ik wou dat Bardijn nog op dat podium zou geraken. Ah, ja, 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 ja. <laughs> maar dat is iets dat ik heb gedaan ook. Omdat ik gewoon sympathie had voor Bardijn. En, en ik hij toen u... hem ah, well, en heb meteen ook een bericht gestuurd. Ja, die bedankt. Ik ben echt bedankt en, ja. Ja. Het moet niet altijd over het geld gaan. Hè. Nee, dat wil ik wel juist vragen. Gaat dat weten? een dikke check. Naïef van mij. Nee, dat was 100% gratis en dat was gewoon uit sympathie. Gebeurt dat veel? Ik denk niet zo heel veel eigenlijk. Want maar het natuurlijk, ja, je hebt altijd je ploegbelang zijn groot dan ja. je vriendschappelijke belang. Maar... Ja, dat is, waar, dat is waar. En ook Kev heeft natuurlijk ook wel die historie. Hij heeft ook nog wel voor ja, Ineos, Sky ja. gereden. Dus mm -hmm. landgenoten onder ja, Op dat moment kon Jane Thomas eigenlijk zijn Giro niet meer verliezen. Of alleen, hij nee, hem had hem al maar ja. geen energie meer verliezen voor de komende ja. tijd nog zo. Dus het maakt ja. het uit. Ja. Jij dat ook nog weten? Um, dat moment in de Giro van 2015, dat poort lekkerheid. En Simon Clark Geef zijn... geeft het wiel. Wielaf. En, en die ja, is daar ik was voor, er ook. Die is ja. er voor, uh, en die heeft er een tijdstaf voor gegeven. Hey, ja, uh, in uh, Giro gezet. Alle, alle twee, twee minuten? Nee. Nee. Dat mocht niet. Jij ja, ja. Ja. Ja, was erbij. Ik, ik zag hem toen niks keer staan. Ik, ah. Nee, hij had hij een fiets gegeven. Want ik ah, zag klaar, ja. denk ik, met de Waarschijnlijk Ook wel. Kan ja, klaar voor Orika. denk ik. Ja, ja, ja ik, voor zag, ik zag klaar, denk ik. Ik weet niet zeker met een fiets staan. ik zei: oh, dat is speciaal. Wat gebeurt hier allemaal? Ja. ja. En dan, ja maar die zijn inderdaad bestraft geweest. Ja, ja want, en uh, want dat was niet. Ik, heb, uh, ik moest eraan denken, dus ik heb dat nog eens opgezocht. En blijkbaar was dat niet um, in beeld. Maar dat een fotograaf daar foto's ja. van en dan is dat op Twitter, op Twitter, is dat dan viraal gegaan. En ja, dan heeft ja. eigenlijk de Girobaas Vinnie eigenlijk, uh, straffen uitgedeeld. Die heeft gewoon de of regels heel strikt ja. gevolgd. En blijkbaar mogen er tussen ploegen geen materialen worden gedeeld. Ja, een nee. ja. dus, is zoiets... nee, Ik denk dat je geen andere um, renners van andere ploeg mocht helpen. Ah, ja. Zoals dat je ook geen afspraken mocht maken met andere renners om, om samen aan te vallen. Ja. Ah, ja. Want ik denk ah, ja, bijvoorbeeld zo. in principe, die uh, Paris-Nice, de Alf Balgen die aanvielen. Ja. Mm -hmm. In principe heb ik toen gehoord achteraf dat het eigenlijk strafbaar was. Dat je geen afspraak mocht maken <laughs> om samen. De... Okay. Dus, eigenlijk, hetgeen wat bijvoorbeeld uh, Jumbo en Quickstep ook al hebben gedaan in de tour: van oké, okay, morgen staat de wind op de kant. Dat mag spontaan gebeuren, maar ik denk dat het er inderdaad niet mag op voorhand. Volgens heb ah, ik had gehoord: het, ja, het Pluton en gedaan. volgens het reglement. Ja. 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 Maar soms zie je toch ook uh, uh, renners aan elkaar uh, bidons geven. Ja, wel, dat kunnen we ook net Of uh, eten uh, geven, of wat, ja. 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 ja, waar is, waar is de lijn? Want heel veel renners dat soms aan, 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 aan verzorgers vragen ja. om ja. bidons. Ja. ja, dat gebeurt constant. Maar ja, bijvoorbeeld datzelfde met Clark, ja. dat heb ik ook wel sympathie. Hè. Dat, dat is een beetje ja. een grijze zone, denk ik. Ja, ja. De Giro heeft het toen heel strikt toegepast. Het is een beetje een uh, speciale organisatie. <laughs> Giro. Hè. Laten, we, laten we eerlijk zijn. Ja. Met een klimtijdrit die eerst niet ging doorgaan. En dan uiteindelijk is hij dan wel doorgegaan. En in... dan moest er een fietswissel gebeuren. Ja, ja. Is dat iets uh, typisch Giro? Oui. Ja, kan de casino zeggen. Altijd in de ploeg. Het <laughs> <laughs> is wel een beetje, altijd een beetje chaos. En ja, je weet nooit wat er gebeurt alles constant en daarom houden wij van de Giro ook hè. we storen er eigenlijk ons aan maar eigenlijk vinden we het maar ja, wel voilà, het inderdaad, waar, ja. ik daar ah, ja. maar ook aan naar de Giro omdat het onverwacht is en ja, het ja. gebeurt van alles en het is ook gewoon een schone wedstrijd ja. en nu ja. mogen ze de eer opstrijken dat eigenlijk in die tijdrit niets is fout gelopen hè. perfect georganiseerd ja. renners in blokken van veertig. perfect ja. georganiseerd maar ja, zo, ja. Zo, ja, zo, terwijl ze dus eigenlijk twee weken ervoor zeiden oh, dat, dat, dat spelletje gaat die niet hè, jongens en dan stond de hele wielerwereld op zijn kop en dan plotseling zeggen ze Ah ja, wacht, we gaan het logistiek toch regelen. En het was kijken hoe geregeld, want ze hebben dat vroeger ook al gedaan met een tijdrit op de kroonplaats, denk ik. Ja. Tien jaar geleden. Ja, ja. Of zo. Maar Patrick zei dat ik een keer in een interview ook van ja, dat is zo typisch Italiaan. Het is nooit geregeld, maar op het laatste moment komt het toch allemaal in orde. Ja. Maar ja, dat is zo nou. met, met de taals van de. Ik wou de taals weten voor de rustaren en voor de Rome. En ik vroeg aan de boek: ja, is er een lijst van de taals? Nee, nee, nog altijd geen lijst van de taals. En ja. de Giro was dat in de Giro ook. Ik zei: ja, hoe komt dat terug? Ah ja, ja, we krijgen dat pas last minute. De hotels zijn nog niet vast van de organisatie. Dus die moeten nog tijdens de Giro bezig <laughs> oh, voor de de uh, hotels gaan vinden. Oh, oh. Dat... Maar, en, en waarom wilde jij al weten in welk hotel dat je ligt? Maar ik wou weten voor mijn vrouw voor ah, de oké, okay, Niet zo van, die heeft zoveel sterren of. Nee, nee. 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 <laughs> We waren bezig met de beste bejaarden natuurlijk. Jeremy Thomas of Mark Cavendish. Ja, je, hebt, je hebt ook met Cavendish gereden, toch? Je ja. hebt nog, nog bij Quickstep bij hem gezeten. Sympathieke kopman ook, heel dankbaar. veel ja. lijstend wel als kopman ook, maar topkeren. Ja. Kev is kef, zeggen we altijd. Ja. En wat betekent dat? Maar ja, die, die, uh, ik was zo vies worden voor iets, dat je denkt wat boeit dat nu? Maar als hij dan ook wint, dan was alles goed, hij is hij ook zo een klein van has. Super dankbaar. Okay. Bijvoorbeeld, ja, Ik was op stage en ja, ik kom bij QuickStep. Kev komt er in de ploeg. En ik was daar wel vroeger met mijn vrouw. Kev was ook al wel vroeger met we wat ploegmaats ook. En die was super vriendelijk tegen Astrid. en hoe, hoe gaat het met je zoon en, en voor ons was zo, ja, wauw, zo'n kampioen, Olympisch kampioen, wereldkampioen. En tegenover mijn vrouw was zo, gewoon altijd sympathiek zijn en zo, hij is totaal niet. Je voelt hem, hij heeft geen ego precies. Enfin, ja, weinig ego zo richting en zo. Ik vind dat zalig het... altijd dat zo heel emotioneel is. Dat is ja. mega-emotioneel. Ja. Teddybeer. Ja, ik vind me. dat echt he? zo... Schattig eigenlijk. Ik, ja, ook... Ik knuffelde gisteren iedereen. Ja, 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 Maar iedereen ja. knuffelde hem Knuffel, Ik knuffel constant Dat is echt niet normaal. Ik heb de knuffelbeer. Ja. Heeft dat hij je geknuffeld? Ja, ja. Ik weet dat Na nou, het nou, terrein rond ik bij hem. knuffelen en doen. Uh... Kijk. Zo ja, ik vraag me af, na die actie van gisteren, of dat, uh, hij ook een, een, een cadeau zou gegeven hebben aan G. Want ik herinner me ook dat hij een keer toen voor Dimension Data reed en dat hij iedereen van de ploeg een Rolex had gegeven. Dat betekent dat het eraf kan, hè? Ja, ja, ja. Sowieso, sowieso. Maar bon, Cavendish is de oudste, uh, oudste winnaar van een Girorit, ooit, op 38 jaar. Ja. Hij wint de laatste daar in Rome en hij knuffelt iedereen. Ik ben overtuigd. Beste bejaarden? Ja, ja oké. Okay. Beste bejaarden? Mark Cavendish. Ja, ja, sowieso. Uh, dan naar de beste, Benjamin. Dat kunnen er natuurlijk veel zijn. Ik heb, oh, hier, een paar, ik heb hier een paar. heb Ja, een oh, ja, dus, een naam trouwens. Dus, ja, ja. dus Tello, die had jij voordien getipt ja, gewoon. als de verrassing van de Giro. Ja. Hoeveel keer is hij in de breakaway geweest? Ik uh, denk nul keer. Een ja. ook... goede klemtijd, getwaald. denk ik. ja, Ja, wel, ja die heeft op kop gestaan, hè? Ja. Ik heb hem ook wel eens. Ik heb hem heel weinig gezien en uh, de keer dat ik hem heb gezien lag hem op de grond. Uh, oh, dus... ja, ja, echt effectief. Maar Klimtijd rijdt echt zalig. Ik, uh, ik beliefde wel even in een, uh, in een top 5 ja. of zo. Ja, en hij is ja. elfde geëindigd. Nou. Rob Hedge, die, die, die zet trouwens Matthew Ricci-Tello. Maar ik vind het jammer, want ik vind Ricci-Tello zo cooler ja, ja, ja. voor een Amerikaan met een, echt... een Italiaanse achternaam. Ja. Maar bon. Oké, okay, Ricci-Tello zal het misschien niet worden. Lekker of zo, ik weet het niet. Ik heb hier nog een... Ja, Milan heb ik hier ook nog staan. Ja, ja. Ik heb hier nog Healy. Ik heb hier nog Almeida. Cool. Ik heb hier Goeien, nog Ayersman. Ja, ja. Leknesund. Leknesund voor mij dan misschien omdat hij zichzelf heel hard heeft verrast. Hij wordt in dat roze niet per se gedwongen, maar hij ja. pakt dat roze. En dan hebben ze van de ploeg uit gezegd: probeer maar. En hij ligt nog top 10 en hij zei: Dit was echt totaal het plan niet. Ik ja. heb mezelf ontdekt als klasse mensen en om dat te doen ja. in een hele zware, natte giro. En die derde week hij, totaal niet tijd zakken. Dat vind ik wel straf als jongen gast. Ja, die is ook wel bij de belofte ook wel zo wat, ook overgekomen met een grote trom. Dat we ook wel wat dachten van misschien wordt dat wel een klasse mensen, erin, maar dan is hij wel zo wat blijven steken. Dus deze ja, is wel ja. echt zoals een, een ja, ontdekking, ook voor hem. Ja, ja, ontdekking ja ja Supergoede coureur. Of toch ineens iemand die zo erdoor breekt als zijn een, een ronde We hebben een ander rondetalent um, die nog in de Giro zit, of de Giro heeft uitgereden, Ilan van Wilder. Chapeau, heel sterk gedaan. Die heeft ongelooflijk gereden, ja. Louis. Ja. En dat hij die naar Lago Laceno daar drie, vier minuten verliest, omdat hij die tekort komt voor... Uh, ja. Tot tien, ja. Maar als ik het allemaal voor aan het tweet... Als hij minder tijd verliest, tot de eerste rustdag hij makkelijk tot tien, in mijn ogen, ik. Ja. Ik vind het ook zalig dat het grote publiek hem heeft leren kennen nu. Ja. Um, ja. Allee, wij, wij kennen hem allemaal. Alleen ik denk de meeste wielervolgers, maar echt zo... Um, mensen die minder naar de koers kijken. En ook gewoon echt, ja... Ik vind hem zo'n klein baasje. Hij is ook is een wel. Zo'n klein baasje. Ja, 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 ja. Dat hij wel ook. Ja, ja. ja, en hij praat heel recht uit En dan met die klare blik en echt de allermooiste ogen van het peloton. Hij heeft echt ja? van die speciale ogen. He's in love. Ja, ja, ja. Ik ja. heb een rode t-shirt aan, maar. Uh, nee, nee, nee. nee, nee, maar je hart, je hart is voor Ilan. Ja, ja, sowieso. Ja, maar dat begrijp ik. Ja, is het een kopman in wording? Denk het wel, ja. Ik denk. Hij straalt dat toch uit, echt ook? Hè? Ja. dat ook wel. Ja. Ik hoop ook dat dit effectief kopman kan, uh, kan doorgroeien. Ik denk dat hij ook wel een mentaliteit ervoor heeft. Maar um, ja, om zo echt een kopman te zijn, om een goede ronde te winnen, dat is echt nog een st grote stap. op het Parijs-Nice te winnen of een goede ronde te winnen. Ja, dat is waar. ik denk wel van overtuigd dat hij een rit als, als Parijs-Nice zo wel kan meedoen mm -hmm. voor de overwinning. Ja. Ja, <laughs> ik vind ook wel dat een, een Ben Healy uh, het potentieel heeft om top, top drie te rijden in een grote rom. Ah ja? Oké, okay, dat zijn ja, dat zijn grote ja, woorden. Ja. Ja, ja, ja. Ik Moet eerlijk zeggen, ik, had, ik speelde dan het Giro Manager spel ja. van Sporza, waar we waar ik heel slecht in geëindigd ben. Los daarvan, maar ik wilde Hilly er wel inzetten, maar ik dacht, 22 jaar heeft nog nooit een grote ronde gereden. Die gaat dat niet kunnen trekken. En ja, heeft mij, ja, heeft eigenlijk het zijn voorjaar omgeleerd door, bewezen. Door, ja, ja. Voorjaar doorgetrokken tot deze. Zonder ziel. voorbereiding eigenlijk inderdaad, gewoon voorjaar oh, gereden en dan. En, en wat een keer legt ook zo heel. Open in die interviews. Ja. Dat is een ja. gast. gast. Ja. Eén keer eerste, één keer tweede. Break, veel, ja, veel, een veel, ritmeen, veel vluchten gereden. Ja, ja topcoureur. Dat is wel een moeilijke, natuurlijk. Want Milan pakt wel de punten terug. Dat is ja. ook een beetje de doorbaak, eigenlijk wel. Ja. Alleen op een hm. andere vlak dan eigenlijk het klassement. Maar heel straffe sprints. Ja. Die had in het begin dit jaar wel al deftig je sprint, zo even eens neus aan het venster gestoken van ja, ik ben in ja. aantocht, maar dan om meteen... Die had in de woestijn is er iets gewoon ja. ergens, denk ik. Ja, ja. de Saudi. En dan ja. vorig jaar in, in Kroatië, denk ik, ook eens in, in een rit. En toen dacht ik van, ha, is dat een sprinter? Ik dacht eigenlijk vooral dus omdat dat het een tijdrijder was, ah, omdat ja. hij in de achtervolgingsploeg van de Italianen ook zit. Maar eigenlijk is dat, dat is meer een sprinter. Hè. Ja, een Allee, boomlange een sprinter. gast. Je ja. ja. kunt er niet naast kijken natuurlijk, nee, in de sprint. Nee, en nee. Toch, toch lijkt dat hem niets te doen. En die verteert de bergen makkelijk want ik heb hem heel veel met, met die cyclamino Ciclami ja. ja, In de voorste geleider van ja. het peloton zitten. Ja. Dat is ook gewoon een ja, achtervolger, die heeft een fond, die ja een moteur. Ja. Okay. Heel Din giro in die trui gereden, hè Buiten Vlaams de ene voorjaar, dag. Als je in een goede ploeg zit en op het juiste moment op de juiste plaats zit in de Vlaamse koers. Ook mee voor de parcours. Ja. Dat is een beetje ja. bij hem, denk ik. Ja. ja, Dit wordt moeilijk. Ik hoor, um, of ik zal het zo zeggen. Voor mij voelt het alsof Jonathan Milan de beste jongeren moet meepakken. Omdat Almeida toch al de trui ja. voor de jongeren, omdat Leknesund toch ook al in het roze gereden heeft, en omdat Ben Healy en een rit gepakt heeft, en de coolste coureur is. Van het peloton. Ja, die prijs krijgt hij. dan Milan? Ja, is goed. Ja, right. Akkoord. akkoord. Dan heb ik nog de beste Belg. Louis Vervaken, even terzijde misschien. Mm. De mannen van Marché heb ik hier opgeschreven. Uh, Huyser-Rex, Arne Marit. Ja, ja, Arne Maritz. Yeah. En natuurlijk de twee mannen die aan de twee kanten van de eetzaal zitten bij Quickstep. Ik ook. Of ja. toch Laurens de Plus. Ik denk aan toch Laurens de Plus. Ja, ja. Of ja, toch Laurens. Laurens de Plus. Sowieso. plus. Ik kunnen... vind het goed dat je Arne Marit zegt, ja. Max. Want ja. Die heeft in, in een interview met Renaat gegeven, Hij zegt van, miljarden. ik trap mijn ketting eraf, ik had hier ik. kunnen winnen. Ja, ja. ja en dan was hij aan het tweede. Die, die was echt aan het blijven. Ja, en die hypte zijn eigen do daardoor, door te zeggen van ja, ik had hier eigenlijk kunnen winnen. Ja, want die want hij was uh, vierde denk ik, in toen, 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 ja. de allereerste sprint, mm -hmm. de sprint die Ja, klopt. Dat was, uh, dat was Marit vierde. Ja. En heeft hij heel de Giro con consequent in de top 10 gesprint? Ja, ja, ja. Kent jij maar, Louis? Een beetje van te praten, ik heb één keer een training mee gedaan. Komt goed voor mijn Maurits Plus. En ik mm -hmm. was met Laurence gaan trainen, hij was erbij. Maar voor de rest niet speciaal. Maar het is wel een sympathieke gast. Maar... Ja, ook ja. Wel vlotte. Ja, vlotte, vlotte boy. Maar ik vind vlotte altijd. Is altijd welkom. Ja. Ah ja. <laughs> 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 maar ik vind altijd. Ja, ik weet van Grijpen en al die in de programmeren hierheen, dat ze altijd gezegd hebben, ja op vijf sprinten is niet hetzelfde als een sprint maar hmm. of zegt like oh, ook. Smart. Want het is altijd een verschil, als je uit de wind moet komen en moet op die eerste lijn beginnen sprinten, ja. dan moet je echt die wattages duwen, want een slipscreen, maar ik ben geen sprinter. Hè, maar. Nee, nee, nee. Mm -hmm. dus ja, ik wou het nog zien, maar ik vind het chapeau dat hij me heeft uitgeënergierd, want dat is al prestatie op zich als sprinter. Ja, zeker. Ja, chapeau. Lars Plus of Arno Marit? Ja, oh, kunnen, ja. sowieso. De plus. ja. Pluskie! Plus. Ja, neemt er al twee mee. <laughs> dan heb ik nog de Comeback Kit. Nog plus, kijk. <laughs> ja. Een heilige trilogie voor Laurens. Ook voor Laurens plus. De ja. Comeback Kid, ik had nog Kevin Dish en Roglic ook opgeschreven. hoe is ook wel... Ja, want want het Roglic, zo is het comeback, ja. ja, pakt het wel op de allerlaatste dag natuurlijk. Ja. Ja, ik, weet niet, ja, ik, vind, ik vind dat nog altijd van Roglic. Dat is de meest weerbare raar, ja. denk ik. Ja. Vooral na zijn vorige grote rondes is wel altijd eigenlijk een bommer. In Een Tour dan. En dan waren we valpartijen een valgen, keer. Dan, dan ja, ja. Zijn schouderbreekt, dan valt dat die valpartij. Oh, en dan nu nog een keer de 0-win. Oké, ik denk dat we erover eens zijn. De comeback kids voor uh, Primoz Roglic. Daar ken je ook iets van, natuurlijk, hè, Louis? Kom, allee, kom ik zal een tijdje ja, ja. even over. <laughs> Klein brugje. Ja. Uh, maar ja, je bent ook teruggekomen van een, een burn-out. Ja, over Als training. Of burn-out. Uh, ja. Ja, is... Maar dat was ook fysiek wel echt. Het op de VUB, dat het effectief fysiek was dat mijn hormonenspiegel zo wat verstoord was. Ja. Door te veel en te zwaar te trainen. Maar ja, ik heb, uh, toen was het wel een hele grote comeback. Heb ik bijna een jaar niet gekoesterd, denk ik. Ja. Dus toen enkele maanden. En dan, hmm. ja. Hoe is dat dan, om, om, om terug te komen? Is u fysiek kwijt? Volledig weg eigenlijk. Uh, uh, ja, dat was... Maar ik denk bijvoorbeeld, je een beetje vergelijken met Lawrence, dat was een beetje gelijkaardig, want hij heeft daar te veel over gebabbeld ook. Hij heeft gebeld van, ja, hij had, dat hij zo lang nodig had om terug op niveau te komen. Bij mij was dat hetzelfde. Ik had het gevoel dat ik twee jaar nodig had om terug op echt niveau te komen. En ik denk dat bij Laurens hetzelfde is. is... Overtreiding is echt iets dat tijd vraagt om terug te komen. Nou, is dat dan een moment dat je denkt: laat maar, ik, ik, ik ga iets anders doen? Ja, op dat moment heb ik vaak gedacht: van te stoppen, eigenlijk. Ik dacht, ja, waarom niet? Uh, ik had ook veel vrienden die in het gewone leven staan, en mijn, en mijn broers ook bijvoorbeeld. En toen dacht ik, ja, dat is wel een plezant, maar het mm. gewone leven is ook wel gewoon plezant en veel minder ja. prestatiedruk. En, en ook fijn om en in een café te gaan. Ja, voilà. Echt, eerlijk gezegd, die overtreiding was echt een zware nut om te kraken, maar ik heb toen ook wel. Ik denk dat ik de mooiste zomer in mijn carrière heb ik gehad. Dat kun je naar het feest kunnen gaan, een Patersolfeest. Ne plan. Dat was gewoon een keer een normaal gast uh... zijn. Nee, 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 twee keer een dag wel. Maar uh, wel af, af, het, was, ik had wel nog die op De Vlasmark toch op de, op de, vlasmerk. de vlasmerk, ja. ja. <laughs> maar dat was wel echt wel ja, wijs, eigenlijk om te zeggen, om ook een keer een ja, ja. pitch te drinken en niet te moeten denken aan de sport. Maar ja. was zijn na een maand dat had ik ook wel. Ja, ik miste het sportman zijn eigenlijk, ja. Mm -hmm. En ook gewoon de, de, de mentale veerkracht dat je dan moet doen. Want je weet, ik moet terug die opofferingen doen. Ja. Ik, ik hoorde gisteren een hele mooie zegswijze bij vrienden. Men zal het gebogen riet niet kraken, vervaken. Ja, oh. ah, mooi, mooi. Dus ja, ja. Ja. Wow. Ja, zo was het misschien. Wauw. Ja, zo was het in mijn hoofd voor Roglic. Maar zo is het ja. zoals jij het mm. nu ook beschrijft. Ja, ja. mooie, mooie. Dat is de mooie. Prachtig. Ja, nou, mooi, uh, ik echt, ben, er, ben er even een... stil van. <laughs> ja, echt goed. Ja, oké. Okay, Bob. <laughs> maar dat was dat, bijvoorbeeld nu ook, vind ik ook bijna een comeback voor uh, de Giro-ploeg eigenlijk. Want in ons hoofd was echt... Ja, we hebben drie maanden als paters geleefd. Amma, ik ja. ben drie maanden, veertien of vijftien, daar met mijn zinnen gezeten. Dus met de Giro erbij zou dat hij in vier maanden zijn eigenlijk, want dat is nog een maand dat ik ze niet gezien zien. Mm, ja. En mijn hoofd, in mijn hoofd was het zo, als de Giro gedaan is, is het seizoen een beetje gedaan. Want dan zijn alle zware opofferingen gebeurd, hoofdstoel zal gepasseerd zijn en je weet wel, ja, zal dan, check, nog een hoofddoel en dan een keer al die opofferingen, en een keer op hoogte staan, dan een keer. Hoe lastig is dan om je gezin zo lang niet te zien? Dat is voor mij het lastigste eigenlijk, uh, dat, vooral niet thuis zijn. Het gewone leven, dat mis ik eigenlijk soms. Mm. En dus vooral ook mijn gezin. Was ook gewoon uh, de maat niet langskomen en uh, een barbecue doen en een pintje drinken. Dat zijn de momenten dat ik mis soms. En, en aanbieden er zijn, maar toch erbij natuurlijk. Ja. Vliegt die familie soms ook over? Of, uh... Ja, maar dat is niet altijd mogelijk. Omdat als je keihard keer is het moeilijk om je rust te respecteren. Met een kleine zoon die, die constant ah, ja. wil spelen en, en voor je slaap en zo. Maar probeer dat wel echt te combineren. Bijvoorbeeld nu, als we het kijken wat de zomer geeft En de hoogte stage ga ik toch proberen invullen. dat een van de twee hoogte stages misschien met gezin zal zijn. Ja. Ja, ja. Niet Tenerife, maar. Ja, en serious, dat is wel het voor de yeah. zomer kunnen in Europa blijven: hè? Livigno, ja. uh, San Pellegrino, uh, ja. de ja. Alpen. Dardenne is ook tof, hè? we hebben net genoeg hoogte, denk ik. Ik heb nog nooit de hoogtestage op de Sinal de Botrons gedaan, maar ik denk dat dat niet zou 100 ja. meter? Nee, 693 meter. Oh, van en daar, staan van een trap op, daar staat een trap op dat je naar 700 kunt gaan. Zie je, als je die tien keer doet, nou ja, voilà. uh, 7000 hoogte meter. Ja. Oké, okay. de verrassing van de Giro, als laatste, jongens. En dan zijn we rond met de prijzen. Een andere G. De andere G. Ja, ja dat is wel... De andere G. We mij. ook een achtervolger. Echt. Uh... Derek G. Ja. Een vier keer tweede, twee man. keer vierde. Vier keer tweede geworden. Ja. Maar niet de enige die vier keer tweede werd deze Giro. Echt wel. Wie nog? We ja. hebben hem zo pas prijs gegeven van de beste jongeren. Ah, Milan. Milan is ook vier keer tweede geworden in de andere sprints. Ah, ja, sprints yes, die yes. trouwens allemaal door andere sprinters zijn gewonnen. Ja. valt ook bijna nooit voor. Hij dus ja. heeft geen enkele sprinter twee etappes gewonnen. Maar Derek G, ik dacht, ah, mij, vier keer tweede, niemand anders doet het. hem. Yeah. En Milan heeft het ook gedaan. Ah, ja, ja. ja, het valt gewoon minder op. Hè, in ja, zo. dat valt minder op. Ja. 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 Maar bij Derek G. Dat, ja, dat plus Milan op. krijgt er nog iets voor. Ja, voilà. Hij heeft, hij heeft ja. de punten eruit. Derek G. Ja, veel, veel publiciteit natuurlijk. Goh, alle ja. keren roepen naar die jongen. Oh, ja. Ja, ik, had ik had gedacht, van stel dat hij einde contract zou zijn. Van, mm, naar welke ploeg zou hij gaan? Ja. Wie, ga wie gaat hij binnenhengelen? Maar uh, nog tot 2025. Ja, ja. Ken, ken jij hem, uh, Louis? Ik ken hem totaal niet. Nee. Totaal niet, nooit van hoort. Hij zat blijkbaar wel ook in de ontsnapping, uh, Paris-Roubaix. Dus daar hebben we hem al ja. zo wel leren kennen. Maar enorm Klopt. sterke. Chapeau. Ja, ja chapeau. Ja. Bon, ik ben misschien geen rit. Maar je krijgt van ons wel de verrassing van de Giro, maar valsblad. En daar is hij, denk ik, ook wel, wel blij mee. En overal tweede, in elk <laughs> ja, klassement. Ja. Erge punten, ah, ja. uh, tussensprints ook. En dan hebben ze hem wel nog de supercombativiteit gegeven. Ja, dat is het eindste. Ik sprak met Sep van Marken hier gisteren op training. En die zei van: ja Eigenlijk is dat gewoon een nieuwe prof, want die komt van de piste. Die weet gewoon niets van het gaan. En ja. dat belooft. Dus ah, ja, ja, die ja, hebben ja, volgens mij amai. nog heel veel. Want de Wout is de Wout? 25? 25, ja. 25, ja. ja. Maar hij heeft ah, altijd de piste gedaan. En hij zei ja. in Canada: en Nationaal Proeg was alleen maar piste, piste, piste. En rennen was zo af. Mm -hmm. Om de tijd te doen, maar eigenlijk ja, nog heel veel potentieel. Hè. Ja, bij Israël hebben ze zo'n kleine Canadese enclave. Er zijn nog zo'n andere Canadezen. En Steve Bauer is daar. Uh... Plus die grote baas eigenlijk is ook uh, half Canadees niet? Nee? Is, is die half Canadees? Die, ja, dat kan. Israëler? Dat kan wel. Ja, ja. Ah, daarmee ook. Ja. Denk ik wel. je ja. hoeven we we verder gaan zoeken. Zo. Ja, ja. Voilà. De prijzen zijn ongeveer uitgedeeld. Ja. Maar ik heb nog geen laatste prijs. Dus er waren 51 uitvallers. Maar <laughs> we hebben speciaal de prijs Louis Vervaken gecreëerd <laughs> voor de stijlvolste uitvaller. En die gaat, uiteraard, <laughs> naar Louis Vervaken. Maar <applause> dus, ja, dank je wel. En waarom stijlwolsten? Omdat je ook <laughs> omdat blinkt ik, zoals een trofee. <laughs> omdat je... Ja, toch... Ik, um, ik, ja, wat gaat er door u heen? Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik moet stellen. Met deze trofee? Ja, ja ik ben heel fier en blij, natuurlijk. Je moet je familie bedanken. Ja. Ja. Iedereen die bij mij stond en die opoffering ja. mee mij heeft doorgemaakt, ja. chapeau. Bent voilà, iemand ja. dat trofeeën etaleert? Niet zo eigenlijk. Nee, nee, nee. Ja, ah. dus ja. Maar die je moet in die 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 kast gaan Die maken, wel, ja. Doe ermee wat je wilt. Je hebt hem gewonnen, hij is voor ja, u. Ja, um, zet hem op de schouw of zet hem in het kot. Uh, en en blijft. Je zet de eerste winnaar van de grote prijs, Louis Vervaken. Dus, uh, dus gefeliciteerd daarmee. The dus Madis ook... was de eerste winnaar van de grote prijs. The Madis trouwens ja. ook. Uh, ah ja, <laughs> <Echt> dat je. <hè. laughs> ja, voilà. Dat is ook een koers, dat jij dat was een koers. Ja, dat Je, ook ge je ook hebt gewonnen, ja. hè? He? Ja, ja, ja. ja. Ah ja, oké. Okay. <laughs> ja. ah, cool. Maar cool. dat is een, voilà. een verkochte koers, of niet? Nee, dat was zo recht gekoest. Echt? Al. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar wij waren daar, was eigenlijk niet echt een eerlijke strijd, want wij waren daar met heel veel renners van Sunweb. van de stage en we waren daar met bijna de volktolle ploeg die niet in de Tour zat. Maar we zijn de ja, kermiskoers gaan gegaan en ik denk dat er misschien 60 of 70 deelnemers waren en, en 15 van Sunweb. Ah oké. Dat was niet zo eerlijk. Die mannen, die zagen jullie komen en die dachten... <laughs> oh nee, Wat? Wat? Heb ik mij hiervoor ingeschreven? Dus ja, wij, ja, wij koesten constant. Ja. Dat was geen eerlijke strijd. Hè. Ja. De grote prijs Tim Welles. De grote prijs Tim Welles en de grote prijs Louis Vervaak. Het zijn uh, twee dingen die uh, iets met elkaar gemeen hebben. Er is ook nog een winnaar van de giveaway van de vorige aflevering. Dat is Christophe met de hendel Krikzak op Instagram. Jij bent het truitje van Thomas de Gent. Dus gefeliciteerd. Gewoon gegeven sturen in DM naar de Instagrampagina van Valsplat en dan komt dat truitje uh, jouw kant op. En dan moet ik al afscheid nemen, jongens. Ja. Het uur is weer is voorbij jammer, gevlogen. Ja. Ja. Het gaat zo snel, altijd Jappe, Merci om er te zijn. Ja. Succes met de Grand Slek. We gaan duimen. Alleen jullie gaan duimen. Hè. Ja. Ik ga, maar, ik ga ik nog ga... zien wat ik ga doen. Wat is de tactiek eigenlijk? Defensief? Ja, toch wel proberen, maar... Dat is meer een afvallingskoers, eigenlijk. Dus we proberen zo lang mogelijk eraan te hangelen. Dat wordt van een ander leeg Ja, maar ik koers graag op adrenaline, omdat ik echt een koersromanticus ben, dus... Dat is 200 kilometer in de aanval. Ja, nee, maar... Temperen. Rustig, goed eten en goed drinken. Dat heeft Louis gezegd. Die adrenaline in dat peloton, dat... Ja. Dat mij dus je hebt eigenlijk geen aanmoediging meer nodig. Uh. Want ik zou zeggen: als je kwalificeert, dan organiseer ik een barbecue voor u. Oké. Okay. Dat is toch, dat is ja. toch lief, hè? Ja, en ja, dat anders, als je niet talen. kwalificeert, organiseert jij een barbecue voor ons. Oké, okay, dat is goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Moet genoeg zijn. Nico. Ja. Jij zit ook uitgenodigd, uiteraard, op de barbecue. Moet, heel, heel leuk wordt dat. Je moet ook door. Je hebt zo nog een podcast op te, op te nemen. Die gast gaat live. Ik heb ze meteen, gaan live. Ja, ja, ik heb live, ze meteen nog live radio Celvy op te nemen op de dageraadplaats in Antwerpen. Bij Bazaar <laughs> Bicyclet. Voilà. voilà. Ineens alle vinkjes 20, aangeduid. 20, 20. Ja, zoiets. <laughs> uh, en Bedankt, Louis, wie? Ja, merci te zijn. Doei, wat zijn de volgende doelen? Wat moet ik dan vragen? Um, kan ik momenteel nog niet echt zeggen. Maar, uh... maar ja, je gaat op hoogte staan in de zomer. Dus ja. dan is dat de vult. Ik hoop dat ja, ja dat een nieuwe nieuwe hoofd er wordt. Ja. Maar je mocht dat nog niet zeggen. All right. Maar dat is nog een beetje een discussie in de ploeg. Ah, ja. uh, hoe gaan we daar naartoe? Met wie? Uh, Met wie Is dat een, is dat een vraag? dat ligt nog niet 100% vast nee, maar de kopman. Ik denk dat iedereen allemaal De kopman is dat ik denk dat Vlaanderen hoopt dat we al het media bazaar van de Italië naar Spanje kunnen verrijzen. en aan de eigenlijk ook op ja. Okay, voilà. Oké, voilà. Jullie het eerst in vals plat. De volgende grote ronde. Ik hoop dat, maar dat staat okay, nog vast. Oké. Okay. We, we hopen we hopen gezamenlijk ja, op een grote ronde ja, met jullie vervaakje. We, uh, we bellen. bellen. Ja. <laughs> en met Remco en met Remco in de ploeg. Ja. Goed, Louis. Uh, bedankt om hier te zijn. Het was ja. super tof aan iedereen. Bedankt om te kijken en om te luisteren. Uh, dat was het Vervalsplat vandaag. En we zijn er weer voor de tour. Zeker. Ja. Salut.